Als je in de klas vraagt aan mensen wat communisme betekent, dan zeggen de meeste mensen dat het iets te maken heeft met gelijkheid en dat er geen verschil is tussen rijk en arm. En op zich zijn dat zaken waarvan je zou zeggen dat er helemaal niets mis mee is. Maar toch heeft het communisme in veel landen een heel slechte naam. En de vraag is natuurlijk hoe dat kan. Daarom zullen we eens even gaan ontkijken naar het ontstaan van die stroming. Wat wordt er nu precies bedoeld met het begrip communisme? En als we het over communisme hebben, dan hebben we het eigenlijk over Marxisme-Leninisme. De leer van Karl Marx en Vladimir Lenin. En dit zijn eigenlijk de twee gezichtsbepalende personen voor het communisme. En we pakken ze er één voor één even bij. We beginnen met Karl Marx. Karl Marx leeft in de 19e eeuw, de tijd dat de industriële revolutie gaande is. Hij ziet de wereld om hem heen steeds meer veranderen. De industrialisatie is aan een opmars bezig en Marx ziet daar vooral de nadelen van in. En Marx gaat erover nadenken en die komt uiteindelijk met een theorie die ik hieronder kort even uit de doeken zal doen. Een beetje versimpeld, maar dan heb je de hoofdlijnen te pakken. Marx gaat uit van drie fasen. Het kapitalisme, dat gevolgd zal worden door het socialisme en uiteindelijk zal men in de communistische fase terechtkomen. We zullen deze drie fases wat beter gaan bekijken. We beginnen bij het kapitalisme. Een kapitalistische samenleving kenmerkt zich volgens Marx door twee zaken. Een kleine overheid, daarmee bedoel ik een overheid die zich zo weinig mogelijk bemoeit met het leven van de burgers in een land. Het enige waar de overheid voor moet zorgen is dat het land beschermd wordt, dat het leger functioneert, dat de politie functioneert, dat er wegen worden aangelegd. Maar voor de rest moet de overheid zich niet zoveel bemoeien met de gewone dagelijkse gang van zaken. Een tweede kenmerk van het kapitalisme is het kenmerk van het particulier bezit. In een kapitalistische samenleving zijn er particuliere productiemiddelen. En productiemiddelen, dat zijn zaken waarmee dus producten gemaakt kunnen worden. Dat kan een fabriek zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook landbouwgrond zijn. En die productiemiddelen zijn dus particulier. Die productiemiddelen zijn privé-eigendom. Laten we als voorbeeld eens even een fabriek pakken. In een kapitalistische samenleving is deze fabriek in handen van één eigenaar, of misschien een kleine groep eigenaar of een familie. Hier hebben we hem. Maar die eigenaar die kan natuurlijk nooit die fabriek in zijn eentje draaien. Er zijn allemaal mensen die in zijn fabriek komen werken. Dat zijn zijn werknemers, de arbeiders. En uiteindelijk, als die fabriek het goed doet, ja, dan wordt die directeur, die eigenaar van die fabriek, die verdient daar natuurlijk heel veel geld mee. Maar gaat hij dat geld eerlijk verdelen onder zijn arbeiders? Nee, hij betaalt ze gewoon loon uit. En volgens Marx probeert een kapitalistische fabriekseigenaar zoveel mogelijk geld voor zichzelf te houden. Dus hij zal zijn arbeiders maar heel weinig loon geven. Het enige waar een fabriekseigenaar op uit is, zegt Marx, is het maken van winst. Hij wil zoveel mogelijk geld bij elkaar harken. En daardoor ontstaat er dus een groot verschil tussen rijk en arm. En hoe meer geld die fabriekseigenaar voor zichzelf houdt, hoe beter het gaat met zijn bedrijf. En daardoor kan zijn bedrijf misschien wel groeien. Wordt zijn fabriek groter? Kan hij misschien nog meer mensen aannemen? Kan hij ook nog meer winst maken? En daarmee kan hij zijn bedrijf weer uitbreiden. Maar iedere keer wordt die fabriekseigenaar daar alleen maar beter van, terwijl de arbeiders het nakijken hebben. En Marx zag dat overal om zich heen gebeuren in de 19e eeuw. En hij vond dat er iets aan gedaan moet worden. Hij bedacht dat arbeiders deze situatie uiteindelijk niet meer zouden pikken. Arbeiders zouden zich bijvoorbeeld kunnen gaan verenigen in vakbonden om samen sterker te staan tegen een fabriekseigenaar. Of ze zouden zelfs in opstand kunnen komen en de macht in een fabriek of zelfs in een land over gaan nemen. En dat is wat Marx voorspelde dat er uiteindelijk zou gebeuren. En daarmee zou de volgende fase aanbreken, de fase van het socialisme. En socialisme kenmerkt zich door een grote overheid. Dat is een regering die zich juist wel heel veel bemoeit met het leven van mensen. En die bijvoorbeeld zorgt dat de verschillen tussen rijk en arm niet te groot gaan worden. En volgens Marx zou in een socialistische samenleving die overheid er ook voor moeten gaan zorgen dat de productiemiddelen herverdeeld moeten worden over de bevolking. Zeker aan het begin van zo'n socialistische samenleving zou er nog steeds particulier bezit zijn. Mensen zouden nog steeds hun eigen fabriek mogen hebben. Maar daarnaast zou de overheid een aantal belangrijke economische sectoren in eigen bezit moeten nemen. Dus de staat wordt zo ook eigendom van productiemiddelen. En daarnaast, zei Marx, moest de overheid, de staat dus, uiteindelijk ook zorgen dat de productiemiddelen over de rest van de bevolking verdeeld werden.
En als dat allemaal geregeld zou zijn, dan zou er langzamerhand, dacht Marx, een communistische samenleving ontstaan. En een communistische samenleving is een samenleving waarin er uiteindelijk niemand de baas is. Er is geen overheid meer. En die productiemiddelen, die zijn herverdeeld. En het ideaal van Marx was uiteindelijk dat het bezit eigenlijk gewoon werd afgeschaft. Heel simpel gezegd betekent dat dat alles dan van iedereen is. En bovendien zouden er geen verschillen meer zijn tussen rijk en arm. Er zou een klasseloze samenleving ontstaan. Nou, dat zou er ongeveer als volgt uitzien. Alle productiemiddelen zijn dus van iedereen. En iedereen is gelijk. Er zijn geen klassen meer. Iedereen zou alles met elkaar gaan delen. En daar zou iedereen uiteindelijk alleen maar beter van worden. Dat was het ideaal van Marx. En nogmaals, als je dit zo ziet staan, ja, dan kun je eigenlijk moeilijk iets tegen het communisme hebben. Want als we uiteindelijk allemaal goed met elkaar zouden samenleven, dan zou dat het beste zijn voor iedereen. Maar ja, werkt het ook zo? Dat is natuurlijk de vraag. Want dit zijn ideeën die Marx alleen maar op papier zette. En hoe zou dat uiteindelijk in de praktijk uit gaan pakken? De eerste keer dat er geprobeerd wordt om die ideeën van Marx in de praktijk in een land uit te voeren, is in 1917 in Rusland. Als de Russische communisten door middel van de revolutie de macht overnemen. En die Russische communisten staan onder leiding van Vladimir Lenin. En waar Marx voor het idee van het communisme zorgde, voor de theorie dus, daar bracht Lenin die ideeën in de praktijk. Maar ja, hoe doe je dat dan? De eerste fase van kapitalisme, die had men in Rusland dus gehad, die was afgelopen doordat er een revolutie had plaatsgevonden. Volgens de theorie van Marx zat men in Rusland vanaf 1917 dus in de tweede fase, die van socialisme. Maar dat zou eigenlijk alleen maar een tussenfase moeten zijn, die uiteindelijk zou leiden tot het communisme. En Lenin hield de Russische bevolking voor dat hij ervoor zou zorgen. Maar daarvoor moest er volgens Lenin eerst een krachtige communistische partij komen die de bevolking en het land erop zou voorbereiden op die communistische fase. En het Leninisme kenmerkt zich dan dus ook door een eenpartijstaat. Een staat waar één partij aan de macht is. Die partij die beslist in principe alles en die moet de rest van het land dus voorbereiden om ze uit de socialistische fase naar de communistische fase te krijgen. En daarvoor was het volgens Lenin nodig dat de economie helemaal gepland werd door die ene partij. De economie werd dus centraal geleid. Op zich klonken die ideeën van Lenin eigenlijk helemaal niet verkeerd natuurlijk, want die partij had dus hele mooie woorden van nou wij gaan het uiteindelijk beter maken voor iedereen, maar nu moeten jullie even naar ons luisteren en beslissen wij het even in ons eentje. Maar het probleem was dat ze dat uiteindelijk bleven zeggen. Wij blijven beslissen. De meeste mensen binnen die partij vonden het eigenlijk wel fijn dat ze nu de macht hadden. En zo gauw ze de macht hadden, wilden ze die macht eigenlijk ook het liefst behouden. Langzamerhand was men niet meer zoveel bezig met Rusland voor te bereiden op het echte communisme. Maar zei men alleen dat men een communistisch land was geworden. En ondertussen hield die partij mooi zijn eigen macht vast. En langzamerhand werd Rusland zo dus een totalitaire staat, waarin die ene communistische partij alles besliste. En het echte communisme, zoals Marx dat eigenlijk graag had gezien, is er in Rusland dus nooit gekomen. Sterker nog, dat is er tot nu toe nog nergens gekomen. Uiteindelijk bleef het communisme in al die landen toch vooral hangen bij die eenpartijstaat die zeiden dat ze communistisch waren, maar ondertussen het hele land onder totale controle hielden.